Hi guys, mijn naam is Jill Cassie. Dit is Vernon Sardam. Vandaag zijn we hier bij de Halloween Horror Town van Utopia. En zometeen gaan we jullie meer vertellen hierover. Maar nu nemen we jullie alvast mee naar binnen, zodat jullie het proces zien en ook kunnen zien wat de activiteiten er allemaal zijn. Oké guys, een belangrijke tip. Blijf in je auto wachten tot je geroepen wordt door een medewerker. Je krijgt een menu aangeboden met shooters, maar ook non-alcoholische drankjes. Wij hebben een blood punch genomen. Bloody! En dat wordt dus naar je auto toegebracht. Nu moeten we eigenlijk gewoon wachten, genieten van ons punch. En dan wachten tot we geroepen worden om naar binnen te gaan. Ik weet nog niet als we te voet moeten gaan of als we met een karretje gaan. Ik hoop Loki met een karretje. Ja. Yeah. Te voet is scary. Oh, ze komen als ze komen. Okay. Mask on, guys. Are you scared? No, actually, I'm very excited. No, actually, I'm very excited. Guys, disclaimer, ik ga schreeuwen, ja? Ik hoor enge geluiden. Hmm? Ik hoor geluiden die ik niet wil horen. Ja. Yeah. Are you ready, Jill? Ik ben niet gemaakt voor deze dingen. Dus vandaag gaan we schreeuwen. Kind of scary. Kind of scary, ja. Yeah. We zijn vandaag hier met... Gwena Michalda! Volg ons op YouTube. Subscribe, like, everything. Like, subscribe, yes. Vandaag zijn we met Safira. Dus we gaan op elkaar springen als Safira. Okay, let's go. Good luck! Christmas in hell. Okay, let's go. The last one. Yeah. Let's get into the Christmas spirit. That was crazy. Ik word meestal niet snel bang, maar dit was echt. Niemand heeft me zo zeven ooit in mijn leven vastgehouden. Ik moet even bijkomen, want ik zweet helemaal, zoals jullie hier zien. Oh,
op Kingston. Daar ben ik natuurlijk bij. Er komt iets engs naar ons toe op dit moment. Foto. Oh ja. Ik heb twee cupcakes. Oké, guys. Ik was zo enthousiast over mijn cupcakes. Dus dit zijn mijn cupcakes. Ik praat al 5 minuten over mijn cupcakes, volgens mij. Maar ik vind ze echt cool, daarom. It was very scary. It was super scary. Maar die characters. Is het de asylum? In de asylum was ik blind. Nee, de asylum werd ik helemaal gek. Want er kwam iemand. Oké, ik mag niet zeggen wat. Yeah. Sorry, jullie moeten zelf komen om het te experiencen. En de asylum, I am not saying it. Blind. De asylum is gewoon eng. Zijn jullie al bijgekomen? Ja, maar. Ja, ik ben nog nat. Gelukkig hebben jullie dat niet gehoord, want jullie moeten het zelf komen ervaren. Als je kan, alhoewel je ogen dicht zijn en je geld, piep de details. Like, kijk echt rond. Ja, je moet echt rond kijken, want ze hebben echt hard gewerkt daaraan, vind ik. Wat ligt op de vloer? Very good. Worth it. Very much worth it. Oké, guys, ik kan jullie eindelijk in het kort vertellen over mijn ervaring. Het was een superleuk event. Zoals jullie horen, mijn stem is een beetje lager dan normaal, omdat ik een beetje hees ben geworden van al het geschreeuw. De COVID-maatregelen worden in acht genomen, dus koop je kaartje, ga, vergeet je mondkap niet. Dat is belangrijk, want dat moet je ten alle tijden op hebben. Bezoek een Facebookpagina, er is ook een infofilmpje, zodat je kan zien hoe alles aan toe gaat. En ga genieten van de Halloween Hardtown. Ik heb genoten, jullie hebben mijn beelden gezien, ik vond het superleuk. En ja, ik kan alleen zeggen, ga het zelf ervaren. En have fun! Thank you for watching my vlog. Tot de volgende keer!